Nou, van harte welkom op deze lezing over het Alexander-concept. 7 jaar geleden heb ik mijn toenmalige partner Jaap Vermeulen Anderleven opgericht. Dat heb ik gedaan omdat ik zelf een 35 jaar durende zoektocht achter de rug had, omdat ik chronisch vermoeid was. Ik weet dat ik 19 jaar was en toen voor het eerst naar een internist gegaan ben, omdat ik dacht van ja, zoals ik me voel, dat kan gewoon niet normaal zijn. Maar op dat moment heb je ook vrij weinig referentiekader. En mijn referentiekader waren mijn vriendinnen. En ik zag aan hun, zij konden naar een feestje gaan en ik moest als eerste naar huis. Of ik ging niet, of ik had last van het geluid. Ik kon net zoals mijn vriendinnen 3 dagen om het IJsselmeer heen fietsen, want aan daadkracht, daar ontbreekt het mij niet aan. Maar zij hadden 1 dag nodig om bij te komen en ik was 2 weken lang ziek. Ik heb jarenlang tenniscompetitie gespeeld, maar ik had doorlopend, ondanks het feit dat ik jarenlang tenniste, heel spierpijn bleef ik houden. Dus ik was 19, ik ging naar een internist, want ik ben eerst in het reguliere circuit gaan zoeken. Die man heeft me onderzocht. Ik kon 1 week later terugkomen en die zei, mevrouw, gefeliciteerd, u bent kerngezond. En toen dacht ik, ja, maar zo voel ik me niet. Nou, toen ben ik in die zoektocht gegaan, eerst regulier, maar waar ik ook kwam, na ieder onderzoek zeiden ze, mevrouw, gefeliciteerd, u bent kerngezond. Toen ben ik op een gegeven moment naar het alternatieve circuit gegaan. Daar vond ik veel meer gehoor. Bij wie ik ook kwam of wat ze ook onderzochten, daar zeiden ze allemaal van, ja, dat je slecht slaapt of last van je darmen hebt of allergieën hebt of vermoeid, dat begrijpen we wel. Al die dingen hebben me absoluut dingen opgeleverd. Los van het feit dat het me heel veel inzicht heeft gegeven. Ik heb ontzettend veel opleidingen en cursussen en therapieën gevolgd. Ik heb daar uiteindelijk ook mijn beroep van gemaakt. Ik ben therapeut geworden. Alternatief werkend therapeut. Ik ben altijd geïntrigeerd geweest door het onbewust in ons. Ik heb altijd gedacht van daar zit een enorme kracht. Heeft me ontzettend veel gebracht. Al die opleidingen, cursussen, therapieën. Maar die vermoeidheid bleef. Tot ik op een gegeven moment naar een andere acupuncturiste ging dan ik normaal gesproken naartoe ging. En ik kom bij haar en ze voelt zo mijn pols. En ze zegt, joh, hoe kom jij hier? Je hebt niet eens voldoende energie om in een rolstoel te zitten. Ik ga jou onderzoeken, maar ik ga in ieder geval niet prikken. En zij onderzoekt me en ze stelt allerlei vragen. Van, heb je hier last van? Heb je hier last van? Allemaal kwakkelklachten die ik nooit bij elkaar in verband gebracht had. En toen zei ze, joh Helga, je hebt ME in een hele zware vorm. En dat was gek genoeg voor mij goed nieuws. Want voor het allereerst in jaren had ik dus niet het gevoel van, wat doe ik nou toch verkeerd? Want ik leef bewust en ik eet gezond en ik mediteer en noem maar op. Voor het eerst in al die jaren dacht ik, ik heb het dus goed gedaan, want het heeft ervoor gezorgd dat ik toch normaal ben kunnen blijven functioneren. Want die 35 jaar is bij mij niet alleen maar naar beneden gegaan. Nee, het is echt een golfbeweging geweest. En ik heb ook perioden gehad dat ik redelijk klachtvrij was. Hoewel ik toch altijd mijn leven lang wel gevoelig bleef voor allergieën, voor koortslippen, voor infectieziektes. Maar toch redelijk goed functioneerde. Wat voor mij eigenlijk mijn slechtste periode was. Dat was net, ah welkom, fijn dat je er bent, neem plaats. Was de periode dat ik moeder werd, want toen heb ik steeds het gevoel gehad van nou, ik liep een beetje achter mezelf aan. Mijn kinderen hadden vele malen meer energie dan ik. En tot 1 jaar of 3 voor mijn herstel, zeg maar. Mijn slechtste periode betekent voor mij dat ik eigenlijk niet voor 10 uur mijn bed uit kon. Dat wilde ik wel. Dan lag ik in bed en dan dacht ik eruit en dan kreeg ik dat gewoon niet voor mekaar. Dan dacht ik wel eens, nou, zo voelen mensen zich die verlamd zijn. Je geeft een seintje, maar er gebeurt niks. Ik werkte als therapeut, ik kon mijn eigen tijden indelen. Dus ik werkte van 12:30 tot 3:30, dat waren goede tijden voor mij. Dan ging mijn cliënt weg en dan zagen mijn kinderen als ze thuis kwamen of op de bank liggen of thuis. Dan gaan je dagen heel erg snel voorbij. En gelukkig is daar dus op een gegeven moment verandering in gekomen, want toen ik hoorde dat ik ME had, ik zat op dat moment op een tantra-opleiding. En dan moesten we 's morgens een hele heftige meditatie doen, waarvan die mij zwaar viel en die ik ook eigenlijk niet bij kon houden. Toen had ik meteen een excuus om dat niet te doen, vond ik. Dus ik ging naar die tantra leren toe. Ik zeg, joh, ik begrijp nou waarom ik alleen moet slapen en waarom ik 's morgens vroeg die meditatie niet kan doen. Want ik heb ME. Goh, zegt hij, heb je ME? Joh, ik heb een Noorse vriendin, die had dat ook.
Die heeft een training in Engeland gevolgd en die is volledig hersteld. Nou, dat hoef je bij mij maar heel even te zeggen. Dus ik meteen die Noorse vriendin gebeld en gemaild. Gehoord wat zij gedaan heeft, gekeken in Engeland, naar Engeland gegaan. Training gevolgd van 3 dagen. En 3 dagen later had ik al mijn energie terug. En toen dacht ik van zo, wat een kracht. Dit ga ik naar Nederland brengen. Niet wetend dat het allemaal betekent om iets nieuws in de Nederlandse markt te zetten. Maar Jaap en ik zijn 1 jaar lang ieder weekend naar Engeland afgereisd. Om de grondbeginselen te leren. Inmiddels zijn we 7 jaar verder. Waar we met z'n tweeën begonnen zijn. Om ons met name gericht hebben op mensen met medisch onverklaarde klachten. Zoals ik had. ME-CVS, dat chronisch vermoeidheidssyndroom. Prikkelbare darmsyndroom. Fibromyalgie. Waarom zijn we zo begonnen? Nou, heel simpel. Die mensen stonden net als ik met hun rug tegen de muur. Die konden geen kant op, want er is geen pilletje voor of er is geen therapie voor die ze konden volgen. Dus we zijn 7 jaar geleden met z'n tweeën begonnen met medisch onverklaarde klachten ons op te richten. Inmiddels zijn we 7 jaar verder. We hebben een team van 18 mensen en 2 mensen die de administratie doen. We geven nou 2 trainingen in de maand die vol zitten met 15 deelnemers. En we zijn erachter gekomen, het maakt voor het brein en voor ons lichaam helemaal niets uit of wij een klacht of een kwaal hebben die medisch verklaarbaar is of niet. Want waar het vandaan komt, is hetzelfde. Namelijk, die chronische stressrespons die aan blijft staan. Dus inmiddels komen er ook mensen op de training met medisch verklaarde klachten, MS, reuma, klachten ook waarvan er gezegd wordt, kan je niet van herstellen. Dat blijkt dus ook anders te liggen. Maar er komen ook mensen met emotionele klachten. Angsten, dwangneurose, faalangst, laag zelfbeeld, perfectionisme. En wat blijkt, dat lijkt als nu zo vreemd dat je denkt, ja, hoe kan het nou dat dat voor alles werkt? Het is geen wondermiddel, het is geen foefje. We hebben een stressrespons in ons systeem. Dat is ons overlevingsmechanisme. Dat zorgt ervoor dat wij adequaat reageren op gevaar. En zo gauw ons brein iets waarneemt wat gevaarlijk zou kunnen zijn, hebben we een respons. Dat is de fight of de flight of bevriezen. En zo gauw ons brein iets waarneemt, schieten we in die stressrespons. Fantastisch op het moment dat er werkelijk gevaar dreigt. Maar wat blijkt nou bij heel veel mensen met klachten, en of dat nou burn-out is of laag zelfbeeld is of angsten of slapeloosheid. Om de een of andere reden heeft het brein het seintje, je bent veilig, nooit gekregen. En blijft het brein bij alles wat er gebeurt een signaal geven, er is gevaar. En blijven die stresshormonen aangemaakt worden in je lichaam. Adrenaline, noradrenaline en cortisol. Nou, er is inmiddels heel veel in het nieuws erover. Dat boek is er ook, hè, van burn-out. Hoe heet het ook alweer? Van Big Bang tot burn-out. Ja, eigenlijk al die onderzoekers en wetenschappers die komen erachter van ja, het stress is de grote oorzaak. En dan stoppen ze. Terwijl wij juist zeggen, ja, die stress die is de grote oorzaak. Maar wij kunnen ons brein zodanige instructies geven dat het brein eindelijk het seintje krijgt, je bent veilig. En dan gebeurt er wat bijzonders. Dan stopt de aanmaak van adrenaline. En het goede nieuws is, de halveringstijd van adrenaline is 10 tot 14 seconden. Dus op het moment dat je in staat bent om je brein dat seintje te geven, joh, die symbolische tijger die achter me aan zit, die is allang gevangen, ik ben veilig, stopt de aanmaak van adrenaline. Iedere 10 tot 14 seconden verdwijnt de helft van de hoeveelheid adrenaline uit je systeem. Dus dat mensen herstellen razendsnel. Wij krijgen mensen op de training. Het overgrote deel van de mensen geeft aan die bij ons komt dat ze in een bepaalde mate of vorm energiegebrek hebben. We krijgen ook veel vragen van, joh, dat kan ik helemaal niet volhouden, want ik kan niet vroeg op en ik moet iedere middag slapen. Ik denk, ja, dat kon ik ook. Maar vanaf die eerste ochtend, als het brein al tot rust komt, hoeven die mensen dan niet meer te slapen. Dus het is niet dat wij iets herstellen. Nee, wij leren onze deelnemers wat je zelf moet doen, hoe je je brein in
instructies geeft, dat het eindelijk te horen krijgt. Ik ben veilig. En dat is wat we de training leren, want die stressrespons, dat heeft enorme gevolgen. Op het moment dat ons brein gevaar signaleert, die stress aansliet, kunnen we of vechten of vluchten of bevriezen. Nou, als er een tijger achter je aan zit, kan je beter vluchten dan vechten. Om te vechten of vluchten heeft je lichaam energie nodig. Energie in de armen om te kunnen vechten. Energie in je benen om te kunnen vluchten. Waar haalt je lichaam nou à la seconde dat die stress aanslaat, die energie vandaan? Nou, heel simpel, naar die functies en organen die je niet nodig hebt op het moment dat je in levensgevaar verkeert. Wat betekent dat? Ons helder denken. Er gaat enorm veel energie in ons helder denken zitten. Ons helder denken staat energie af voor de spieren van je ledematen. Je slaapcentrum. Want je moet niet relaxed zijn. Nee, je moet juist super alert zijn op het moment dat er een tijger achter je aan zit. Dus je slaapcentrum staat energie af naar de spieren voor je ledematen. Het spijsverteringsstelsel. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik merk het meestal eerder aan mijn blaas of mijn darmen dat ik ergens gespannen over ben, dat ik iets spannend vind, dan wanneer ik me daar bewust van ben. Je spijsverteringsstelsel staat energie af voor de spieren van je ledematen. En last but not least, je immuunsysteem. Want op het moment dat wij zo meteen te horen krijgen, er is brand uitgebroken, stressreactie, dan schieten wij in een reflex. Dan is het echt die deur en die deur. We gaan niet denken, nou weet je wat, we kunnen er niet met z'n allen tegelijkertijd uit. Als jullie nou naar die deur gaan en dan de achterste rij naar die ramen. Nee, dan ben je te laat. Alle seconde schiet dat aan. Dan wordt het duwen en vechten. Want het is echt niet vrouwen en kinderen eerst. Het is recht van de sterkste die dan wint. Normaal gesproken zou je lichaam dan witte bloedlichaampjes sturen om die blauwe plekken te helen. Niet op dit moment. Zonde van de energie. Dat komt later wel, als je veilig bent. En dat is nou precies het hele punt. Het brein krijgt dat signaal niet. Dus jaar in jaar uit, dag in dag uit, blijft dat brein het signaal geven dat er een symbolische tijger achter je aan zit. En blijf je het gevoel krijgen dat je moet vechten of vluchten, zijn we ons niet meer bewust van. We weten niet beter. Maar het gebeurt wel. En dat heeft ontzettend veel consequenties. Heeft consequenties voor ons helder denken, waar heel veel energie vandaan gaat. Dus hoe merk je dat? Nou, je spanningsboog wordt laag. Kan je slecht concentreren. Verbindingen leggen is moeilijk. Dingen onthouden wordt lastig. Dingen opnemen wordt heel erg lastig. Dat heeft niets met een gebrek aan intelligentie te maken. Nee, het heeft alleen maar te maken met het feit dat er te veel energie onttrokken wordt. Aan je helder denken. Heeft heel veel gevolgen voor je slapen. Moet je zien wat een stress het oplevert. Je brein denkt dat er een tijger achter je aan zit. En jij wil gaan slapen? Levensgevaarlijke situatie. Maar ja, op een gegeven moment moeten we slapen. En wat gebeurt er dan? Op het moment dat wij gaan slapen, maar ons brein is in de stress, dan gaan we scannen. Wij zijn zoogdieren. Wij gaan scannen, kijken of we wel veilig zijn 's nachts. Ik heb jarenlang last van slapeloosheid gehad. En dan zeiden mensen tegen mij, hoe kan het nou dat je last van slapeloosheid hebt? Je bent chronisch vermoeid en je slaapt niet. Nou, daar kon ik toen geen antwoord op geven, maar inmiddels begrijp ik dat volledig. Ik lag in bed. Ik kon een speld horen vallen 's nachts. Iedere ochtend om 5:30 werd ik wakker door dat rotjongetje op dat rotbrommertje de ochtendkrant bezorgde. En iedere ochtend had ik ook steeds dezelfde gedachten. Want dat is iets wat ons brein ook doet, hè? Steeds hetzelfde denken. Iedere ochtend dacht ik, dat moest toch verboden worden? Zo'n rotjongetje op zo'n rotbrommertje die de hele buurt wakker maakt. Ons brein werkt steeds in patronen en we hebben er ontzettend veel, dus daarom valt het ons niet zo op. Maar het is wel een enorme kracht in ons waar we gebruik van kunnen maken. Dus die slapeloosheid, ja, we gaan scannen en op het moment dat we dat 's nachts doen
ergens slaat het om dat we dat overdag ook gaan doen. En wat gebeurt er dan? Dan worden we hoogsensitief. En van die hoogsensitieve personen die last hebben van die hoogsensitiviteit. Waarom? Omdat het brein gefixeerd is op gevaar. Want je gaat natuurlijk niet mooi naar de mooie bomen die in bloei staan kijken op het moment dat er een tijger achter je aankomt. Nee, daar heb je geen aandacht voor. Je gaat kijken waar het gevaar vandaan komt. En dan ben je hoogsensitief en heb daar last van. Terwijl hoogsensitiviteit is een gave. Is een lust, is geen last. Maar je brein moet wel eerst weten dat je veilig bent. En dan kan je met diezelfde hoogsensitieve kwaliteit eigenlijk je overal schoonheid in zien. Je overal mee verbinden. En dat is een enorme bron van energie die in ons is. Alleen het brein moet eerst al teruggekomen zijn. En dan last but not least, dat immuunsysteem. Je spijs. Daarom, ik had allerlei. Ik was gevoelig voor koffie. Ik was gevoelig voor wijn. Ik hoefde maar één slokje wijn te nemen en ik was meteen aan het duizelen. Ik had allerlei allergieën. Ja, ook daar in dat systeem wordt heel veel energie onttrokken. Allergieën, voedselintoleranties, prikkelbare darmsyndroom. Allemaal signalen dat daar energie aan onttrokken is. En bij de ene mens heeft meer last van de slapeloosheid. Een andere krijgt hoge bloeddruk. Weer een ander krijgt een prikkelbare darm. Dat werkt bij iedereen op een andere manier uit. Daarom wordt er ook nog niet echt gezien van dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Maar daar zijn ze nu wel aan het achterkomen. Heel veel artsen, wetenschappers hebben inmiddels wel ontdekt of staan erachter van stress is de grote veroorzaker en instandhouder van ons systeem en van heel veel klachten. En gelukkig is er dus een manier om die stress te stoppen. Je brein te laten weten, ik ben veilig. En dan komt dat enorme zelfhelend vermogen in ons, waar ons immuunsysteem een onderdeel van is. Dat enorme zelfhelend vermogen, die zorgt ervoor dat jouw klachten en kwalen gewoon verdwijnen. Dus voor wie klinkt dit logisch? Of heb je echt van, wat een. En het mooie is, de hele training, zou je merken, de hele training is logisch. Wat als je die verhalen leest, of als je mensen kent die bij ons geweest zijn, dan lijkt het een wonder dat mensen kunnen herstellen door een training. We zeggen niet dat mensen met 3 dagen hersteld zijn. Hè? Wat we wel zeggen, met 3 dagen weet je precies wat je moet doen om te zorgen dat je herstelt. Het is een training wat we aanbieden. Dus eenmaal thuis moet jij toepassen wat we geleerd hebben. Op het moment dat je dat toepast, echt heel consequent toepast, en dan kan het niet anders dat je snel herstelt. Dus dat is eigenlijk een notendop waar het over gaat. Hebben jullie vragen? Als je vragen hebt, kom er alsjeblieft mee. Want de training duurt 3 dagen. En dat lastige van een lezing is, dat is maar 1,5 à 2 uur. Dus ik moet kijken of ik in die notendop iets kan vertellen waardoor jullie het gevoel krijgen van, dit klinkt inderdaad logisch. Ik begrijp dat dit werkt. Dus als je vragen hebt, kom daar alsjeblieft mee. Wie van jullie, als ik vragen mag, wie van jullie kent iemand persoonlijk die de training gevolgd heeft? En wat was je ervaring bij hen? Wat heb je gehoord van ze? Zij was heel erg enthousiast. Mm-hmm. En zij is zo enthousiast dat ze bij jullie de trainer is geworden. Oké, kijk eens aan. Al onze trainers zijn eerst als deelnemer geweest. Voor jou, Tino. Jij kent ook iemand? José. Oh, Josette. Oké, leuk. Volgens mij heeft ze ook baan bij gehad. Dat is weer even geleden, een aantal jaar geleden. Wat ik zo af en terug hoorde, was het positief. Ja, wij zeggen niet, je bent met 3 dagen hersteld. Het is een jaartraject wat we aanbieden. Dus dat begint eigenlijk met het aanmeldingsformulier. We hebben een heel uitgebreid aanmeldingsformulier. Want we nemen niet iedereen die zich aanmeldt zomaar aan. Wij gaan echt kijken van, heeft hij of zij baat met wat wij bieden? Dus dat aanmeldingsformulier uitgebreid. Dan volgt er een telefonische intake van ongeveer 1 uur. En tijdens die intake kijken we samen met jou van,
is dit wat jij nodig hebt? En kijken we ook, kunnen we je bereiken? En als wij denken van, nou, nee, we hebben niet het gevoel dat wij jou kunnen bieden wat je nodig hebt, dan laat u dat ook weten. Dat doen we om jou te behoeden voor weer een teleurstelling, want ik weet als geen ander hoe teleurstellend het kan zijn dat je iedere keer ergens aan denkt te beginnen, hoopvol, en dan toch achteraf moet zeggen van, nee, dat heeft me toch niet voldoende opgeleverd wat ik had gehoopt. Doen we ook om onze goede naam goed te houden, want we hebben een ontzettend hoog slagingspercentage. Dat komt mede door een zorgvuldig aannamebeleid en ook natuurlijk door de kwaliteit wat we bieden, want het lijkt een wonder. Maar je zal zien, het is een hele, ja, ik zou zeggen, simpele en logische oorzaak en gevolg, waardoor die stress aanslaat, maar met name ook waardoor die stopt en mensen herstellen. Wie van jullie, mag ik nog vragen, wie van jullie komt er voor zichzelf als geïnteresseerde? Oké, fijn te horen. Fijn dat jullie ons gevonden hebben, want ik weet, het werkt wat we aanbieden. Ja, graag zelfs. Je zegt dat het een training van 3 dagen, dan ja? Daarna is het gewoon zo'n jaar dat je ermee bezig bent, als ik het goed begrijp. Er zijn verschillende dingen die aangeboden worden. Mijn ervaring is dat het zo moeilijk vol te houden is. Ja. Als je weinig energie hebt, dus hoe is dat vol te houden dan een jaar? Ik ga het je uitleggen. Ik herhaal het even. Jouw vraag is van hoe is het vol te houden een jaar lang om, ja, om te herstellen. Want je weet uit ervaring dat het moeilijk is om iets vol te houden. Nou, dat weet ik ook. Dus wat wij doen, die 3 dagen training. We hebben gedurende dat jaar vaste belafspraken. De eerste vaste belafspraak is een week na de training. 6 weken na de training hebben we een verdiepingsdag. Dan komt iedereen weer bij elkaar. Een maand na de verdiepingsdag hebben we weer een vaste belafspraak. 6 maanden en een jaar nogmaals. En tussendoor, als je ergens tegenaan loopt of moeite mee hebt, hebben we een coachingslijn die je kan bellen. En het kan ook zijn dat we daar je zo telefonisch kunnen coachen dat je weer, zoals wij dat noemen, vol op koers ligt. Of dat we zeggen, nou weet je, je loopt nu ergens tegenaan, kom voor een consult. We hebben daarnaast ook nog allerlei andere dingen om te zorgen dat je op koers blijft. We hebben trouwens 2 oud-deelnemers hier aanwezig. Daar zitten ze en die komen zo ook hun verhaal vertellen. Judith, die heeft de training 4 jaar geleden gedaan, denk ik, Judith. 3,5, ja. En jij komt zo ook even vertellen waarom je de training gedaan hebt en hoe het nu met je gaat. En je hebt het nog maar kort geleden gedaan, november, hè? En jij komt ook vertellen hoe het is. Dus we hebben een buddy-systeem. We hebben een positieve veranderingen, mail noemen we dat. We hebben echt enorm veel bedding om te zorgen dat jij blijft toepassen wat je moet doen. En mijn ervaring is dat na 6 weken is bij de meeste mensen al zo'n enorm verschil, na 3 dagen overigens ook al, waardoor het ook heel aantrekkelijk blijft om die methode, dat AC-proces, wat we jullie leren, om dat toe te blijven passen. Want je merkt ogenblikkelijk verschil. Het is dus niet zo van, je moet het toepassen en dan gaan we na 3 maanden eens even kijken wat het verandering is. Nee, die eerste dag merk je al verschil. De 2e dag merk je nog meer verschil. En de 3e dag, als je naar huis gaat, heb je inmiddels bij jezelf en ook bij de andere deelnemers zo ontzettend veel verschil ervaren dat het dat heel uitnodigend maakt om het toe te blijven passen. En de hoge cijfers blijken ook dat mensen het doen. Ja? Ja, je hebt het over een AC-proces. Ja. Wat dan aangeleerd wordt. En dat is dus iets wat je dagelijks of geregeld moet doen. Ja. Is het iets wat lang duurt? Ja, het klinkt een beetje. Ja, je vraagt. Ik heb ook wel eens wat gevoeld. Moest om 6 uur 's ochtends opstaan en dan een uur mediteren en dan anders eten en dan staat het op schot. Ja, ken ik. Heb ik ook gedaan. Ja. Nee. Het AC-proces vragen is het iets, dat is inderdaad die methode. Het is een 5-stappenplan wat je doet. Eenvoudig te leren, gemakkelijk toepasbaar. En wat je doet, je leert het bij ons op de training en dan geef je dus heel veel, we zorgen dat je heel veel ervaring daarin krijgt. Dat tegen die 3 dagen dat je naar huis gaat, dat je precies weet hoe je het thuis moet toepassen en ook de ervaring hebt dat veel gedaan hebt. Nou, in het begin moet je het je natuurlijk zoals alles, moet je het even eigen maken. Hoe lang duurt dat? 10 minuten? 5 minuten? 2 minuten? Op een gegeven moment
Ben je daar onbewust bekwaam in? Hoe vaak je dat moet toepassen, dat kan ik niet zeggen. Want de ene deelnemer past dat die eerste week 10 keer per dag toe en de ander doet het 2 keer per dag. En dan kan jij zelf bepalen of dat voldoende is. We zeggen, als je vol op koers ligt, is het goed. Dus voor de een kan het 10 keer per dag zijn, voor de ander 2 keer per dag. Op een gegeven moment word je daar, net als ik, onbewust bekwaam in. Dus hoe lang dat bij mij duurt, zo. Ik ben er niet meer over bezig. Dat neemt mijn brein over, want dat is het mooie van deze methode. We werken dus niet met dingen die je heel bewust moet doen, behalve dus dat AC-proces toepassen. Maar voor de rest doet het brein het zelf. Namelijk, simpelweg, patronen herhalen. Want dat is iets wat het brein doet. Tijdens de hele training maken we gebruik van kwaliteiten van het brein. En een van die kwaliteiten van het brein is dat het brein in staat is om heel snel informatie op te nemen en te verwerken en te integreren op het moment dat die informatie duidelijk is voor het brein. Korte, krachtige, concrete instructies. Dat het brein weet wat de bedoeling is. Dus wij leren je om op een bepaalde manier te denken, op een bepaalde manier te praten. En om daar bewust van te zijn, wat heeft het brein nu nodig? En ook een kwaliteit van het brein is dat het simpel, doorlopend patronen herhaalt. En wat wij doen, we hebben patronen in ons, duizenden. We hebben patronen die behulpzaam voor ons zijn. We hebben patronen die neutraal voor ons zijn. En we hebben patronen die niet behulpzaam voor ons zijn. En tijdens de training richten we ons op die niet behulpzame patronen om die te veranderen in een neutraal patroon of in een behulpzaam patroon. En het brein doet vervolgens wat het altijd doet, namelijk patronen herhalen. Alleen zijn ze nu behulpzaam geworden. En het enige wat je hoeft te doen is inderdaad heel consequent toe te passen wat we je leren. Maar op het moment dat je dat doet, neemt het brein het over. En dat brein juist de instructies leren geven, dat is een essentiële. Want ons brein heeft hele korte, concrete instructies nodig. En dan weet het brein wat de bedoeling is. En dat is wat we jullie leren. Hoe geef je brein nou zulke instructies dat het brein weet wat de bedoeling is? En ik zag daar laatst een heel leuk filmpje van op internet. Dat was een monnik die werd geïnterviewd. Zo'n prachtige Indiaanse man met zo'n rode stip op zijn voorhoofd en zo'n oranje gewaad aan. En die vertelde eigenlijk hetzelfde wat wij ook steeds zeggen. Hij zegt, ons brein heeft hele korte, concrete instructies nodig. Hij zegt bijvoorbeeld die zin, het was in het Engels, I love apples, is verwarrend voor het brein. Hij zegt, I is goede instructie. Weet het brein, het gaat over mij. Want ik dacht, ja dat weet ik, maar ik dacht, dit is verwarrend. Love, zegt hij, is een goede instructie voor het brein. Dat het weet dat daar een bepaalde gevoelslag bij komt en dat het prettig is. Maar apples, zegt hij, is heel verwarrend voor het brein. Want het brein denkt apples, Granny Smith, Gone Delicious, Elstar, appeltaart, iPad, iPhone, Eva. Razendsnel scant het brein alles af waar wij iets hebben opgeslagen wat met appels te maken heeft. En dan is het verwarring. Verwarring geeft stress. En die stressrespons laat zachtjes weer aan. Dus dat is wat we je leren, onder andere om heel bewuste instructies te geven wat je wil. Dus we gaan kijken naar de manier van praten, de manier van denken en ook de manier van waarnemen. De manier waarop wij iets waarnemen is ongelooflijk essentieel. En het lastige met waarnemen is, wij denken allemaal iets waar te nemen en we denken dat het waar is wat we waarnemen. En dan blijkt dat wij helemaal niet zo zuiver kunnen waarnemen. En daar laat ik jullie wat optische trucjes voor zien, zodat je een beeld gaat krijgen van, joh, wij kunnen wel eens heel andere dingen waarnemen dan er is. Wij nemen allemaal op een andere manier waar. Maar het blijkt wel dat we bij ons allemaal onze waarneming een stuk minder zuiver is dan wij denken dat het is. En dat vind ik leuk, omdat ik met je naar aanleiding van deze plaatjes aan jullie te laten zien. Vraag je om dan de eerste te bekijken. En kijk eens wat je daar waarneemt.
En wat neem je daar waar? Het gaat dus niet om iets goed of fout te doen. Hè? Het gaat er alleen maar om dat we willen jullie laten zien met deze plaatjes wat het brein doet. Wat neem je hier waar? Ik zie een chameleon. Een chameleon. Huh? Op een stokje. Een chameleon. Op een ziet iedereen een chameleon op een stokje of ziet iemand ook iets anders? Twee mensen. Hé, hey, ga nog eens kijken. Zie je ze? Zien jullie allemaal die twee mensen? Zien jullie ook die twee mensen? Zie jij ze ook? Ik zie er wel één, ja. En die ander? Als eerste denkt niemand, goh, dat zouden wel eens twee mensen kunnen zijn. Nee, wij pakken meteen het beeld waarvan we een herkenning hebben. Dat eruit ziet zoals dit. Dus dat is een kwaliteit van het brein. Dat het brein bij alles al een bepaald beeld heeft en dat waarneemt. Dat is interessant al, hè? Prachtig, hè? Ja, fantastisch. Sla eens om naar de volgende en kijk eens wat je daar waarneemt. Ik zeg niks meer. het gaat er echt niet om of je iets goed of fout doet. Dit is gewoon bedoeld om te laten zien van, hey, dit doet het brein. Ons brein kan bepaalde dingen wel en kan bepaalde dingen niet. En met name ook onze manier van waarnemen. Wat zie je, wat neem je hier waar? Het draait alle kanten op. Het draait alle kanten op, je ziet een spiraal. Wie ziet nog meer die spiraal? Precies. Het lijkt een spiraal, hè? Maar het zijn... Ga maar eens... En kijk nou eens op het blaadje van diegene die naast je zit. Dan, dat is ook interessant. Dat op het moment dat wij een andere invalshoek hebben... een ander gezichtspunt, op een andere manier kijken, zie je meteen iets heel anders. Dat is ook een kwaliteit van brein. Maar meestal kijken we van ons eigen gezichtspunt. En dat kan er heel anders uitzien. Ga eens kijken, draai nog eens even om en kijk eens wat je daar waarneemt. Wat neem je hier waar als eerste? Wat is het eerste figuur wat je ziet hier? Een witte driehoek. Een witte driehoek, hè? En die is er, staat er niet. Nee. Kijk, ja, dat precies. Ons brein is dus in staat om iets te zien wat er niet is. De suggestie wordt gewerkt. Kijk maar, er staat geen witte driehoek. Er staan drie zwarte driehoekjes... en drie bolletjes waar een driehoekje uit is. Maar ons brein kent het beeld van een driehoek. En dat neem je als eerste waar. Hele belangrijke kwaliteit van het brein. Dat het een bepaald beeld pakt. Wat wij kennen. Ook al is het er niet. Slaas. Wat zeg je? Om naar de volgende. Wordt heel veel onderzoek gedaan, hè, naar het brein. En ze hebben nou gemerkt dat op het moment dat wij kunnen alleen maar iets waarnemen waar we een beeld van hebben. Zo zijn ze erachter gekomen dat die Indianen in 1494 geloof ik, of 96, die grote boten van Columbus helemaal niet waargenomen hebben. Die enorme boten. Want zij hadden een heel ander beeld van een boot. Het beeld wat zij van een boot hadden, was een kano. En aangezien ze geen beeld hadden van die gigantisch grote boten, hebben ze die hele grote schepen niet zien aankomen. Dat lijkt voor ons onbegrijpelijk. Er is een heel leuk filmpje op internet van Darren Brown. Die werkt ook heel veel met wat het brein wel en niet kan. En je ziet hem een hele goed gevulde portemonnee
op straat leggen in Oxford Street in Engeland. Dat is de Kalverstraat van Londen, maar dan nog een stukje drukker. En hij legt die portemonnee op de grond en dan tekent hij een witte cirkel omheen. En vervolgens is er een camera die de hele dag filmt. En dan zie je honderden mensen langslopen, eroverheen lopen. Dus niemand ziet die portemonnee. En 's avonds gaat hij er naartoe en pakt die goed gevulde portemonnee weer van. Dat is bijna niet te geloven, hè? Maar kijk nou eens naar dit plaatje. En wat neem je hier dan waar? Ja, deze. Wat zie je hier? Een muur, hè? Een muur. Ziet iedereen die muur? Ziet iedereen nog iets anders erbij? Een steentje ertussen. Wat zeg je? Wij kennen allemaal het beeld van een muur, hè? En we weten ook allemaal het verschil. Tenminste, ik neem aan. Weten jullie het verschil tussen een sigaar en een sigaret? We kennen allemaal een sigaar, hè? Ik ga het uitleggen. Wie van jullie kent het beeld van een muur en een sigaar die er zo dwars uitsteekt? En kijk nou nog eens. En kijk eens of je dan nu die sigaar wel ziet. Hey. Dat grijze puntje is de as van een sigaar. Zie je het? Dit is de muur en dit is die sigaar die zo dwars uitsteekt. En dit is de as van de sigaar. Zie je het? Ja, ik zie het wel. Dit is de muur. Ja. Dit is de sigaar die er zo dwars uitsteekt. Dit is de as van de sigaar. Ja, ja. Precies. Interessant, hè? Als je nu naar dat plaatje kijkt. Nee. Maar dan zie je dat we kennen het beeld van een sigaar. We kennen een sigaar, we kennen een muur, maar die combinatie. En nu je hem gezien hebt, kan je het alleen nog maar zien. Dan denkt je, hoe is het mogelijk dat ik dat net niet gezien heb. Dat doet het brein. Heel interessante kwaliteit van het brein. En ook om terdege rekening mee te houden dat wij alleen maar dat kunnen waarnemen waar wij een beeld van hebben. Leuk, hè? Ik vind dat dit maakt zoveel verhelderend, deze plaatjes. Want ik kan het verhaal wel vertellen, maar dan geloof je er niks van. Dit is ook een van mijn favorieten. Volg rustig de instructies en tel het aantal effen in de onderstaande tekst. En als jullie zo geteld hebben, wil ik graag vingers zien. Maar neem rustig je tijd om even te tellen. En dit gaat er ook weer niet om of je het goed doet of fout doet, of dat je wel of niet kan tellen. Het laat je zien dat ons brein bepaalde dingen wel kan en bepaalde dingen niet kan. Allemaal geteld? Bang om het fout te doen? Ja, precies. Even niks zeggen, want ik wil het eventjes horen van de anderen. Oké, allemaal geteld. Ik wil graag even flink de hand omhoog zien. Wie neemt er 3 waar? En kijk even om je heen. Wie neemt er 4 waar? En voel even wat dat met je doet als je er maar 3 waarneemt. Is dat neutraal of roept dat meteen iets in je op? Wie neemt er 5 waar? Wie neemt er 6 waar? Tel nou nog eens. Dit is alleen maar leuk als je het nog niet waarneemt. Het is al bijzonder natuurlijk om te merken dat sommige mensen er 3 waarnemen, andere 4, weer 5 of 6. Terwijl we echt allemaal tot 6 kunnen tellen. Ik wil opnieuw vingers zien. Niet aanwijzen. Even niet aanwijzen aan elkaar, want ik wil jullie laten zien wat het brein doet. Wie van jullie zit er 3? Wie zit er 4? Wie zit er 5? Wie zit er 6? Oké. Ons brein kan het woord of niet waarnemen.
Ik ga nou nog eens stellen. Allemaal geteld? Wil ik opnieuw handen zien. Wie zit er 3? Wie zit er 4? Nou, dat kan je gewoon niet tellen. Zie je er 4? Wie zit er 5? Wie zit er 6? Heel simpele oefening om te laten zien dat ons brein bepaalde dingen wel kan waarnemen en bepaalde dingen niet kan waarnemen. Ook interessant om te zien, net zoals het vorige plaatje, dat op het moment dat ik de uitleg geef en alleen maar zeg, ons brein kan het woord of niet waarnemen. Hé, dan komt er een referentiekader en dan neem je het ineens wel waar. En dan is het woordje of is voor ons nog niet eens zo interessant. Maar het wordt heel interessant wanneer je realiseert dat ons brein geen enkele ontkenning kan waarnemen. Denk maar niet aan roze olifantjes. Maakt niet uit waar je aan denkt, maar even niet aan roze olifantjes denken. En wat denk je aan? En dan wordt het interessant, hoe vaak geef je jezelf geen niet-opdracht? Ik wil niet meer zo moe zijn. Ik wil niet meer zo bang zijn. Ik wil niet meer zoveel pijn hebben. Niet wordt niet waargenomen door het brein. Dus wat is de instructie die je aan je brein geeft? Ik wil meer moe zijn. Ik wil meer bang zijn. Ik wil meer pijn hebben. Dat is de instructie die wij geven. Volkomen onbewust geven ons brein een hele verkeerde instructie mee. Dus met deze plaatjes laten we je al zien van hoe belangrijk het is dat je leert je brein goede instructies te geven. Want op het moment dat we dat niet doen, gaan we of iets niet waarnemen, of we worden gefocust op iets wat we niet meer willen. En we nemen niet waar wat er wel is. Ga eens naar de volgende. En? Wie ligt er al uit het spel? Houd nog even centraal, ik ga uitleg geven. Wie van jullie heeft een plaatje van een kip? Wie van jullie heeft er een plaatje van een kip? En je ziet al, er staat, kijk niet, kippenspel, kijk niet naar de kip. En in die kip staat het woordje game over. Razendsnel neem je alleen maar die kip waar, hè? Dat gebeurt er in het brein. Ook als wij onszelf een niet-opdracht geven. Wie van jullie heeft er een plaatje van een koe? En dan wordt het, wil ik eens, wie van jullie zocht in die koe naar een kip? Ja. Kijk! Ja. Dat is ook een hele interessante, hè? Dus, en daar heb je geen controle over, hè? Dat gaat razendsnel. Het grappige was, ik heb het pas de vorige traininglezing voor het eerst erin gedaan. En toen dacht ik, nou, de mensen die een koe hebben, daar blijft het helemaal rustig bij. En toen bleek dus dat heel veel mensen in die koe naar een kip zochten. Terwijl de instructie echt is, kijk niet naar de kip. Dus je ziet, hier hebben wij geen enkel controle of geen enkel bewustzijn over. En dan begrijp je wel hoe belangrijk het is om je brein goede instructies te geven. Want iedere keer wanneer wij ons brein een instructie geven wat we niet willen, gaan we dat zoeken. En dan ga je ook merken wanneer wij zeggen, ik wil niet meer zoveel pijn hebben, waar gaat je brein ogenblikkelijk naartoe? Pijn, ach, gevonden. Ik wil niet meer zo moe zijn. Oh ja, toch wel. Dat doet het brein. Ons brein heeft een helikopterview en het gaat razendsnel, neemt het waar wat de bedoeling is. En dan kan het best zijn dat wij ons brein een verkeerde instructie gegeven hebben. Interessant, hè? Hoe zit het dan met negeren? Want ik kan bepalen dat het niet negeren is. Maar ja, de pijn aan mijn enkel, ach, ik
sport gewoon door, maakt mij het uit. Oké, heel goede vraag. Je zegt, hoe kan het dan, met, hoe zit het dan met negeren? Ik heb pijn in mijn enkel, ik doe er net of er niks is, ik sport gewoon. Dat is wat wij niet leren. Wij leren juist om te erkennen wat er is en dan daar op een speciale manier mee om te gaan. En dan weet het brein wat de bedoeling is. En dan ga je tot je grote vreugde en verrassing merken dat je waarneemt dat je pijn in je enkel hebt. En dan vrij snel kan je gewoon sporten. Omdat je brein zeg maar een bypass laat maken om iets anders te richten. Dat kan ik nu niet uitleggen, want dat leer je met het AC-proces. En de hele ochtend, die eerste ochtend, nemen we de hele ochtend de tijd voor met dit soort dingen ook. Om je te laten weten hoe het brein werkt. Zodat tegen de tijd dat we 's middags zijn aangeland en we jullie dat AC-proces, dat stappenplan leren, dat je precies weet en begrijpt waarom die stappen zijn en wat het werkt. En op het moment dat je het een keer ervaren hebt, merk je ook meteen dat het werkt. Maar dat kan ik nu niet uit de context halen. Maar dat leren we je niet door iets te negeren, nee, integendeel, door te erkennen wat er is, maar dan die bypass in je brein te maken. Ik heb dan een vraag. Ja, graag. Gaat het nou meer om vaardigheidstraining of meer om bewustzijn? Beide. 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 Wat we leren is, kijk, je moet bewustzijn krijgen, en dat leren we je, om zicht te krijgen, waar slaat bij jou die stressrespons aan? Waar slaat die bij jou aan? En waar slaat die bij jou aan? En waar slaat die bij jou aan? Dat is bij iedereen anders. Dus daar moet je zicht op krijgen. En dan, op het moment dat je dat weet, dat noemen we een alarmsignaal, dat persoonlijk is, dan pas je daar het proces op toe. En dat is eigenlijk het enige wat je bewust hoeft te doen. Want voor de rest neemt het onbewuste het over. Gaat het gewoon in een patroon terechtkomen. Alleen je hebt jezelf een nieuwe manier van waarnemen aangeleerd. Een nieuwe manier van praten aangeleerd. En dan ga je ineens heel andere dingen waarnemen. En dat noem ik toch een beetje meer vaardigheidstraining dan bewustzijn, maar... Nee, het gaat hoofdzakelijk... De vaardigheid is dat je leert wanneer je het proces moet toepassen om op dat moment die stressrespons te stoppen. Met alle respect hoor, er zit geen oordeel in van mij, maar ik ben gewoon... Nee, ik begrijp het, ja. Maar daarna neemt het, ben je niet meer bewust bezig de hele dag met hoe je iets moet doen. Nee, dat is het juist het prettige. Want op het moment dat het een vaardigheidstraining is, ben je heel bewust bezig met wat je wel moet doen en wat je niet moet doen, hè? Dat wordt erg ingewikkeld. Nee, we leren juist dat het geautomatiseerd gaat worden. En ik begrijp dat je dat denkt, maar ik weet op dit moment niet echt een hele... Nou ja, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven van die pijn. Hè? Ja. Ik snap hoe het werkt op het moment dat je dat leert om daar op een andere manier naar te kijken. En tegelijkertijd kan je ook je pijn gewoon voelen. En mijn ervaring is dat op het moment dat je een emotie toestaat, dat die gewoon weggaat. Dat die oplost. Onder andere, zeker met emoties, daar werken we natuurlijk ook mee. Ja. Het belangrijke is erkennen en dan zo'n bypass te maken. Dat je dus niet iedere keer weer afslaat naar die pijn of iedere keer afslaat naar die emotie. Maar dat je weet dat er ook andere dingen zijn waar je naartoe kan gaan. Nou, uiteindelijk werkt het misschien allebei naar dezelfde. Uiteindelijk wel. De laatste. Kijk eens wat daar staat. En wie wil hem hardop voorlezen? Ja? Deze mededeling laat je zien dat welke grote prestaties onze hersenen in staat zijn. In het begin het was. Ja, ga maar door. In het begin was het zeker nog moeilijk deze tekst te lezen, maar nu kan je het waarschijnlijk al wat sneller lezen. Zonder je echt in te spannen. Dat komt door het enorme leervermogen van onze hersenen. Knap. Op het moment dat je dit plaatje voor het eerst ziet, denk je echt van, hè? En dan razendsnel, hè? Dat is, ons brein heeft een helikopterview. Dat weet precies wat de bedoeling is. En daar, ook daar moet je dus heel zorgvuldig mee omgaan. Dat je weet van, hé, wat laat ik het brein weten? En wat laat ik het brein niet weten?
Leuk, hè? Ga je meteen meer gevoel ook bij krijgen van, oh, zo werkt het dus. En dan zie je ook dat je komt hier allemaal voor iets anders. En toch neemt ons brein dingen waar die er niet zijn. Ja, jij zegt dat je op de website gelezen hebt dat het handig is als je partner meegaat. Wij zien het essentieel dat je partner meegaat. Waarom? Dat wat wij leren over het brein, dat kan je later niet terugvertellen. Maar is ongelooflijk essentieel voor de rest van je leven. Dus op het moment dat jouw partner erbij aanwezig is, hoort en ziet precies hetzelfde. Partners krijgen precies dezelfde informatie te horen. Het enige verschil met de deelnemers is dat we ze niet persoonlijk coachen en ook niet begeleiden met dat AC-proces. Maar voor de rest doen ze met alles mee. Ze zien en horen en begrijpen hoe het werkt, waarom het werkt. Ervaren dat het werkt, niet alleen bij hun eigen partner, maar ook bij de anderen. Dus ook die partners gaan na 3 dagen naar huis, volkomen overtuigd van het feit van dit gaat werken. En dan komt het er natuurlijk op aan, eenmaal thuis, wat jouw vraag ook was, eenmaal thuis toepassen. Nou, op het moment dat je daar allebei bij de training aanwezig bent geweest, is het heel eenvoudig. Want je spreekt mekaars taal. Wij geven je allerlei dingen mee om dat brein te laten weten als je eenmaal thuis bent. Het is echt anders vanaf nu. Dan is het belangrijk dat je partner erbij geweest is en je daarin kan ondersteunen. Los van het feit dat op het moment dat jullie en je partners daar de eerste ochtend zitten en ik heet jullie welkom, dan heet ik de partners ook altijd specifiek welkom. En dan zeg ik, goh, fijn dat jullie hier zijn om je partner te ondersteunen in dit belangrijke transformatieproces. Je hoort precies dezelfde informatie als onze deelnemers. Informatie die nodig is om te herstellen, fysiek te herstellen of mentaal anders, andere staat te krijgen. Nu je hier toch zit, zit hier alsjeblieft alsof je hier voor jezelf zit. Want ook partners hebben ook allerlei thema's en is. Die zijn er gelukkig over het algemeen niet ziek van geworden. Maar ook zij kunnen natuurlijk toepassen. En wat er dan ontstaat thuis, is dat je gelijkwaardig opgaat. In plaats van dat de een ziek, zwak of misselijk is of alsmaar problemen heeft en niemand kan er de vinger op leggen, kan je samen, kunnen ook partners dat AC-proces toepassen. En wij 6 weken na de training hebben we een verdiepingsdag. Dan krijg je ook thuis een enquêteformulier opgestuurd voor ons voor feedback. En dan scoren wij een 9,7 op een schaal van 0 tot 10. Hoe fijn het is, hoe mensen het ervaren hebben dat die partners erbij waren. En ik weet dat met name bij vrouwelijke deelnemers, die kunnen nog wel eens wat moeilijk doen over van, oh, mijn partner. En ik weet als geen ander dat die partners binnen een kwartiertje op het puntje van hun stoel zitten. Want die zijn zo blij om te zien van, oh, dit gebeurt er dus. Je krijgt inzicht in jezelf, maar ook inzicht in elkaar. En er is nog een bijkomend voordeel. Want dat is bij iedereen zo, laten we eerlijk zijn. Je kent een andermans patronen en een andermans blinde vlekken veel sneller dan je eigen patronen en je blinde vlekken. Dus dan kan je elkaar daar heel mooi op wijzen. Zijn dat dan speciale weekenden waar partners dan zijn? Nee hoor, alle trainingen doen we. Als je alleen als je geen partner hebt, dan kan je hem ook niet meenemen natuurlijk. Maar dan mag je iemand anders meenemen. Dan kan je ook besluiten om alleen te komen. Maar we zeggen ook, heb je geen partner? Kijk, is er een broer of een zus of een vriend of een vriendin of een oude, jongere mensen. We hebben veel jongere mensen ook op de training. Kunnen dan een vader of een moeder meenemen. Dus dat nodigen we uit om dat te doen. Vanaf welke leeftijd? Nou, we hebben eigenlijk gezegd 16 jaar. En dan de oudste deelnemer is 82 geweest. En we krijgen de laatste jaren toch ook erg veel jonge mensen op de training. Jonge meisjes. Ze hebben een paar dingen gemeen. Allemaal ongelooflijk slim. Bijna allemaal enorme perfectionisten. En dan gaan ze helemaal verdwalen in hun brein. Dan gaan ze een laag zelfbeeld krijgen en dan gaan ze twijfelen aan zichzelf. En dan weten ze gewoon eigenlijk niet meer om eruit te komen. En jonge mensen
die herstellen zo snel. Juist als we ze leren, joh, maar dit is de instructie die je brein moet geven. Dus we krijgen ook voor anorexia bijvoorbeeld, werkt precies hetzelfde. Het enige is, de training werkt voor mensen die zelf willen. Je kan je niet laten sturen, je moet er zelf achter staan. Je moet zelf het gevoel hebben, ja, hier geloof ik in, hier ga ik in mee. Want weet je, je kan een paard maat water brengen, maar je kan hem niet dwingen te drinken. En wij doen er tijdens de training, die 3 dagen, alles aan om iedereen mee te krijgen. Maar als iemand dit doet, komen wij niet binnen. Maar als de deur open staat, ja, dan gaat het. Dus je eigen intrinsieke motivatie is essentieel. Want het is simpel en dit is eenvoudig wat we je leren. Maar je moet het thuis wel toepassen. Juist eenmaal thuis moet je zorgen dat je uit die vicieuze cirkel komt waar je ooit in terecht gekomen bent. En hoe lang dat duurt, iedere training zijn er een paar mensen die met 3 dagen herstellen. Maar de meeste mensen hebben er meer tijd voor nodig. Een week, een maand, 6 weken. Bij die 6 weken op die verdiepingsdag zijn er al zo ongelooflijk veel veranderingen. 3 maanden, dan hebben eigenlijk de meeste mensen al 80% winst. Want dat blijft na een jaar ook zo. We volgen mensen, ja. Maar als je partner er bijvoorbeeld niet voor open staat? Als je partner er niet voor open staat, die angst leeft bij veel deelnemers, dan kan je eerst met hem of haar praten. En we zeggen ook, als partners echt niet willen, we zeggen, nou weet je, kom dan alleen de eerste dag. En als je dat helemaal niks vindt, ga dan na de eerste dag naar huis, want dan weet je waar het over gaat. Je kan dan ook blijven en mooie wandelingen maken. Het is een prachtige omgeving waar we het houden. En de meeste partners die zitten als eerste. Dus morgens weer in de zaal. Want weet je, diegene die de training komt doen, die heeft het moeilijk. Maar die partner ook. Want het doet wat met een partner ook. Als je een partner hebt, ja, die klachten heeft. Je kan hem of haar niet bereiken. Je begrijpt niet wat er aan de hand is. Dus die partners die moeten, hebben ook vaak zich jarenlang moeten aanpassen. Door rekening te houden, door alleen boodschappen te doen, of niet op vakantie te gaan, door alleen naar verjaardagen. Hun sociale leven is ook vaak heel erg ingeperkt. Dus ook voor die partners gaat er een wereld open. Heb je het idee dat jouw partner het lastig zou vinden? Of is het gewoon een algemene vraag? Nou, ik hoor dat heel vaak. En dan blijkt het, verrassingsgenoeg, heel vaak mee te vallen. En ik krijg er ook erg veel, met name vrouwelijke deelnemers, die zich zorgen maken of een partner het niet heel vervelend vindt. Of ze gaan eigenlijk allemaal mee, want het is gewoon logisch wat we vertellen. En het is interessant, het is leuk, het is speels. Maar goed, ik kan een heel commercieel verhaal vertellen. We hebben ook altijd nog 2 oude deelnemers. Willen jullie ook vertellen? Ik heb Judith al jaren niet meer gezien, dus we hebben dat helemaal niet voorgesproken. Want op de training zeggen we ook van, zorg dat je stopt met je best doen. Want op het moment je best gaat doen, dan wordt er al wat stress getriggerd. Dus Judith, wil jij vertellen hoe jij het ervaren hebt? Ik ben Judith. En als eerste vind ik het leuk dat je zegt, realiseerde ik me dat ik dit eigenlijk dus bijna niet heb voorbereid. En toen jij net vertelde over die jonge meisjes die allemaal zo gevoelig en perfectionistisch zijn. Toen dacht ik, toen ik de training deed was ik 35, dus was ik geen jong meisje meer. Maar dat raakte me, omdat ik dacht, oh ja, ik was ook zo'n jong meisje die zo in de war en zo perfectionistisch was en altijd alles zo aan het voorbereiden was. En dat ik dat dus nu helemaal niet gedaan heb eigenlijk. Ik dacht, oh, ik ga wel heen en er komt wel iets. Dus dat wat betreft, Helga vroeg me om een paar positieve veranderingen te noemen. En dat is dus een grote positieve verandering, dat ik veel meer ben gaan vertrouwen op mezelf en op het leven eigenlijk. Maar even terug naar waar het begon. Ik ben dus in
2013 heb ik een training gedaan. En dat was... ik was toen 1,5 jaar, had ik de ziekte van Pfeiffer had ik gekregen. En dat werd maar niet beter. En op een gegeven moment... de ziekte van Pfeiffer is op zich ook een beetje een medisch onverklaarbare ziekte. Omdat ik was heel erg moe en ook heel overprikkeld. Ik kon eigenlijk, er waren periodes dat ik eigenlijk bijna niks kon. Een beetje... ik kon niet lezen, ik kon niet tv kijken. Ik kon een beetje wandelen. Dat was, maar verder, alles maakte me helemaal een soort van overprikkeld en overspannen. En dat werd dan wel een beetje beter, maar heel langzaam. En op een gegeven moment kwam ik dit dus tegen, die training. En dat wilde ik heel graag doen. Het duurde wel een tijdje... ik vond veel geld, dus ik moest er wel even over nadenken. Maar ergens dacht ik van, oh ja, ik maak mezelf ziek. Dat dacht ik. Ik dacht dat altijd al. Ik maak mezelf ziek, maar ik wist niet hoe ik eruit moest komen. En die training eigenlijk vanaf de lezing al. Toen dacht ik, ja, dit klopt. Wat Helga zegt, dit volgens mij is dit wat er gebeurt bij mij. Dus toen heb ik de training gedaan. Ook toen heb ik me zorgen gemaakt van... oh, is het niet te lang, 3 dagen onder de mensen? Al die mensen. Ik kon op dat moment wilde ik helemaal niet meer onder mensen zijn. Ik wilde alleen maar alleen zijn de hele tijd. Maar dat ging dus heel makkelijk. Eigenlijk vanaf het moment dat ik daar zat, kan ik me nog heel goed herinneren. Het was of er steeds het ene kwartje naar het andere kwartje viel. En ik zat Helga ook zo aan te kijken. En ik begon steeds meer gewoon te zakken en te zijn. En het was heel, heel makkelijk op te nemen voor mij. Want alles wat Helga vertelde, was dacht van, oh ja, dit klopt. Oh ja, zo. Pling, pling, pling. Dus na de training ben ik naar huis gegaan. En toen ben ik het zelf gaan toepassen. Ik was op het moment dat ik de training deed, werkte ik 3 halve dagen. En dat is toen heel snel weer, ben ik gewoon uiteindelijk weer gewoon fulltime aan het werk gegaan. En toen heeft zich dat verder ontwikkeld. En ik ben een half jaar geleden voor mezelf begonnen. Dus het voor mij zijn, ik heb zeg maar steeds meer stappen genomen om in het leven te staan. En steeds meer energie gekregen. En steeds meer mezelf geworden of zo. Steeds als je weer moe bent of zo. Oh, ik ben weer moe. Maar je kan ook... zien van, oh, maar ik heb al dit, ik heb al boodschappen gedaan, ik heb al, ik wou zeggen de ramen lappen, maar dat doe ik nooit. Nee, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Bij Ander Leven hebben we steeds over een training en het is ook echt een training. Ik doe op dit moment, ik ben 3 jaar geleden begonnen met dansen opnieuw en... daarin leer ik natuurlijk elke week weer iets nieuws. En dat is omdat ik het steeds herhaal en omdat ik steeds doe. Dus doordat je... even terug, wat was je vraag ook weer? Oh ja. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld leer je om steeds... om dus bewust te worden van jouw vraag. Oh ja, ik focus nu op wat er niet goed mee gaat. Maar ik heb een keuze om te focussen op wat er wel goed gaat. En door dat steeds te doen. En daar word je op een gegeven moment onbewust, onbekwaam in. Dus op een gegeven moment gaat dat automatisch. En natuurlijk, weet je, het is niet dat mijn karakter veranderd is. Ik ben nog steeds, wil ik het goed doen. En wil ik er zijn voor iedereen. Je wordt je bewust van je patronen. Waardoor je een keuze hebt om eruit te stappen. En ook dat is dan weer niet... Je kan ook gewoon een AC-proces doen en dan gaat het automatisch. Het is niet dat je de hele dag bewust bezig bent met dat soort dingen. Juist niet. Ja. Zijn er nog meer mensen die vragen hebben? Ja. Nou.
ben Corinne. Ik hoop straks ook een paar vragen te krijgen. Dat vind ik prettiger praten. Ik begin gewoon ergens bij een leuke verandering. Ik noem maar even twee die me nu te binnen schieten. En het ene is, ik hou tijd over. Dat vind ik een wonder, want ik was altijd iemand die van hot naar haar rende. En het was, er was nooit iets af. En het tweede is, ik slaap zo ontzettend goed. En dat vind ik echt heel bizar. Ik was altijd best een goede slaper. Maar ik moest er toch wel één of twee keer uit om even naar de wc te gaan. Maar ja, zonder dat ik precies begrijp waarom, behalve dan jouw verhaal over het stressbrein, vind ik dat ook niet helemaal verklaarbaar. Maar ik slaap en ik word wakker, of van de wekker of even ervoor. Nou, dus dat is gewoon heel lekker. En ik kijk ook niet meer, hoe laat is het? Slaap ik dan wel 8 uur? Dat interesseert me eigenlijk niet meer. Het is een natuurlijke flow om naar bed te gaan. En meestal zorg ik wel dat ik genoeg slaap. Maar het is ook wel eens 6 uur, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wat wilde ik nog meer vertellen? Oh ja, dat tijd overhouden. Ik werk in de GGZ en ik heb daar een aantal contactendagen. En ik heb dan dat ik thuis administratief alles in orde maak. En dat waren altijd voor mij de meest zenuwslopende dagen, dat ik echt ook 's middags helemaal uitgeput was. Door, dat is dus ook iets wat ik heb geleerd. Want voorheen zei ik, dat komt door de zorgverzekeraars en de politiek. Die hebben ons vak kapot gemaakt. Nou, en 99,9% van mijn collega's, die denkt daar nog steeds zo over. Dus dat is een gouden markt, Helga. Wil ik nog wel eens met jou over praten. Want het ligt ergens aan dat ik me niet goed voel en niet lekker op dreef ben met werken. En dus ik kwam thuis en na de training en de eerste woensdag dacht ik van, ik ga inderdaad een paar AC-processen lopen. Nou, en verdomd, het was echt een wereld van verschil. En die mailbak is nog steeds met instructies van wat niet meer mag en wat allemaal moet. Ja, aan die mailbak is helemaal niets veranderd, maar het boeit me niet meer zo. Ik heb nu een soort, eens in de maand, dan neem ik een uur om dat te lezen en verder ben ik er niet mee bezig. En dan zijn een heleboel dingen alweer achterhaald, dus dat is ook nog eens een voorbeeld. Ja, of inmiddels opgelost, of blijkt toch allemaal weer heel anders te zijn. Ja, dat is eigenlijk heel prettig daaraan. Nou ja, en de term daarvoor, dat is dan stoppen met slachtoffer doen. En gewoon zeggen, ik bepaal zelf of het een leuke dag wordt of niet. Maar ik ga niet die dag eerst laten bederven en dan ergens naartoe wijzen wie daar dan de schuld van is of zo. Ja, nou ja, ik kan nog een aantal dingen vertellen, maar... Nou, ik zie iemand achterin zitten. Ik weet niet hoe je heet, maar ik ken jou van yoga. En daar heb ik ook nog wel iets leuks over te melden. Ik ben niet een van die jonge perfectionistische meisjes, want ik ben 63. Maar ik ontdekte wel tijdens dat consult wat voorafgaat aan de training, worden je kernovertuigingen onderzocht. En bij mij was dat toch perfectionisme, kwam er tot mijn verbazing uit. En een perfectionist zegt eigenlijk, ik ben pas een goed mens als ik presteer. Dat vond ik heel opmerkelijk, dat had ik me nooit zo gerealiseerd, dat het zo hard eigenlijk is. En toen ik weer ging, na de training weer ging sporten, ik vind heel veel dingen leuk, schaatsen, yoga, Pilates, van alles. Ik ontdekte dat ik eigenlijk al, 55 jaar tegen mezelf had gezegd, dit kan ik niet bij elke nieuwe yoga-oefening of schaatsoefening.
Ik vond dat zo bizar om dat te merken. Want ik dacht van, nou ja, dat heb ik al lang ooit losgelaten. Dat je iets moet kunnen. En toch merkte ik dat. En het was eigenlijk ook heerlijk om dat gewoon weer af te schaffen. En te denken, ik doe dit voor mijn lol. En sindsdien denk ik bij elke oefening, wat grappig dat mijn lichaam dit zomaar doet. En dat geeft ook zoveel meer plezier aan het sporten. En het is helemaal niet zo dat ik nou ineens veel harder schaats of mezelf beter in de knoop kan leggen. Maar ik heb er gewoon heel veel plezier in. Dus, ja. Ja, en dat vind ik wel belangrijk. En wanneer heb je de training gedaan? In november afgelopen jaar. Bij jou en Vrouwtje. En hoe vaak loopt jij dan nog het AC-proces? Of per week? Of hoe gaat het? Nu moet ik eerder denken aan weken. Ik heb er toevallig... Wanneer was dat nou? Nou, ik geloof het weekend of... Nee, de vrijdag daarvoor. De vrijdag daarvoor heb ik er nog eentje gelopen. Maar daarvoor een tijd niet. En verder, ja, bij een alarmsignaal. En ja, als jullie denken, wat een opgave, dat is dus echt geen opgave. Want je denkt gewoon, oh, ik voel me helemaal niet lekker. Oh ja, gelukkig, ik kan dat procesje lopen. En dan heb je ook weer een hulpmiddeltje waardoor dat weg is. Dus dat is wel heel prettig. Hoe reageer je in jouw omgeving op jouw naden kennis? Zagen ze veranderingen? Nou, dat is wel heel leuk dat je dat zegt. Want ik zei voor de, ja, hiervoor nog aan Helga. Ik had pal na de training ook een intervisiegroep. Nou ja, weet je wat dat is? Dat is dat je met collega's praat over je werk en alles wat erbij komt kijken. En inderdaad, iedereen zuchtte en steunde over hoe verschrikkelijk het vak allemaal geworden is. En ja, het boeide me niet meer. Maar als ik dan zeg van ja, je kan het ook zo. Ik zei toen ook van ja, je kan er ook zo naar kijken. Over een paar jaar denken we misschien wat een luxe. Hè? Je zit achter de computer, je zit wat aan te vinken en je harkt gewoon zo'n hoop geld binnen. Want ja, je kan ook zeggen, wat grappig, dat hebben ze in Afrika niet. Ja, dat hebben wij hier. Dat is eigenlijk heel, heel wonderlijk, maar zo kan je er ook naar kijken. Maar dat wordt niet gewaardeerd. Dus ja. Nou, en mijn man is er heel blij mee, maar dat is weer een ander verhaal. Jij wilde iets vragen? Zou je kunnen vertellen, want je krijgt een alarmsignaal? Ja, ja. Dan loop je het proces. Ja, ja, ja. Kun jij in jouw woorden vertellen hoe het gaat, dat proces? Nee, kan niet. Dan haal iets uit de context. Ja, het zijn een aantal... Ja, ja. Nee, ik... Ja, maar ik kan het misschien in andere woorden vertellen weer dan Helga. Jij wil een auto om van A naar B te komen. En als ik zeg wat het proces is, dan zeg ik, nou, hier heb je de motor. Leuk, hè? Maar aan die motor heb je helemaal niets. Dus het heeft geen zin om je die motor te geven. Het bestaat uit 7 stappen en het is ja, voor iedereen vrij makkelijk aan te leren. En ja, het duurt een minuutje of 5 of 10. Soms gaat het heel snel, want dan denk je meteen al, oh ja, het was zo. En dan duurt het maar 1 minuut. Dus... Ik heb nog 1 vraag. Ja? Had jij voor de training kunnen denken dat jij zo op je gemak voor een groep mensen jouw ervaring zou kunnen delen? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Ik weet nog hoe jij binnenkwam namelijk. Ja, vertel. Nou, dat klopt wel. Dat was ik me ook eigenlijk niet bewust, dat ik toch laag zelfbeeld. Ja, ja, ja. Nou, ik keek in mijn aantekeningen terug en toen zag ik, het eerste wat ik zei is, ik heb eigenlijk altijd keelpijn, tenzij ik vakantie heb. Nou, die keelpijn is in de loop van de eerste dag verdwenen, heb ik ook nooit meer teruggehad. Dat is ook nog wel even een dingetje. Je vergeet het, hè? Ja, ja, ja. Ja? Ik ben benieuwd of je dat zelf af en toe wilt geven. Maar ik ben benieuwd wat voor
Nou, de aanleiding was eigenlijk ook voor een deel uit nieuwsgierigheid, mag ik dat zeggen. Omdat onverklaarde medische klachten, dat vind ik ook beroepshalve boeiend. Omdat we er veel mee te maken hebben. En omdat ik wist wel dat het met stress te maken had. En het is ook niet zo dat ik de mensen absoluut niet kon helpen. Maar ja, het bleef toch altijd moeizaam. Dus het was voor een deel uit nieuwsgierigheid. Dat ik zag van nou, die kunnen het dan kennelijk wel. En ook nog in 3 dagen. Maar ik had ook een collega die de training gedaan had. En die zei, je kan er zelf ook wat aan hebben. Dus toen dacht ik, nou, waar moet ik dan aan werken? Oh ja, en je brengt me ook wel weer op een heel belangrijk ding. Want ik dacht, ik ben zelf, nou, of ik echt zo zenuwachtig was, als jij nu zegt, nou ja, in jouw beleving wel. Ik had zelf het idee, sommige dingen, daar kom je nooit van af. Ik heb heel veel stress in me door allerlei omstandigheden rond mijn geboorte, die ik nu verder niet ga toelichten. Maar mijn opvatting daarover was altijd, en zo heb ik dat ook gezegd tegen iedereen, tot mijn grote spijt eigenlijk. Die dingen blijven altijd wel bij je. Daar kom je nooit helemaal van af. Nou, je kan er wel beter mee leren omgaan, maar nee, het blijft altijd wel bij je. Nou, en toen zei mijn collega al, nou, ga het maar gewoon eens proberen. Of ga erheen en ervaar het. En nou, ik geloofde niet dat je dingen gewoon bijna kon afschaffen. Maar dat is dus wel zo. Zoals dat slachtoffergedrag of het idee van ik ben niet goed genoeg. Of ik ben nou eenmaal zo dat ik erg stressig reageer. Ja, Je lichaam geeft misschien wel even aan van, oh ja, er is stress. Maar je kan het ook weer laten gaan. Je kan het weer laten wegvloeien. Ja, op een manier die ik vroeger inderdaad niet voor mogelijk had gehouden. Dus ik praat wel hier uit enthousiasme. Ja, ik had mijn partner mee, die wilde dat eigenlijk helemaal niet. Want die zei, wat, je bent helemaal niet ziek, wat moet ik daar? Maar goed, je volgt zoveel cursussen, waarom moet ik daarbij zijn? Nou, ik heb gelukkig toch, hij vindt het ook niet leuk om in grote groepen te zijn. Dus ja, dat is ook voor hem een belangrijke reden. Hij is toch meegegaan. Nou, ik ging echt huilen toen hij dat zei. Want ik vond het echt heel lief van hem. En ik zei, je gaat gewoon weg wanneer je geen zin meer hebt. En hij zei de eerste avond tegen me, hij zei, nou, ik vond het hartstikke interessant, maar ik kan niet meer. Toen zei ik, joh, ga lekker naar huis. Dus ja, dat was ook heel, had ik een heel goed gevoel over. En hij ziet nu ook wel, ja, ik ben ook veranderd in gedrag naar hem toe, gemopper. Ja, dat heb ik ook afgeschaft. Ja. Kan ik iedereen aanraden. Mopperen op je partner, het is zo geweldig om daarmee op te houden. Dus er is veel meer leven weer en veel meer inspiratie tussen ons. Dank je wel. Ik vind het dus heerlijk om haar te horen. Ik heb haar sinds de training niet meer gezien. Ja. Top. Je vertelde iets over dat consult. We hebben dus dat uitgebreide aanmeldingsformulier. Daarna volgt er een telefonische intake van 1 uur. Waarmee we dus kijken van, hey, bieden wij jou iets waar je wat aan hebt? En daarna, voor de training begint, is er een persoonlijk consult. En in dat persoonlijke consult, dat is een optimale voorbereiding voor de training, werken we met overtuigingen. En we werken met overtuigingen, diepe lagen in ons, diepe overtuigingen. We halen ze uit het enneagram. Daar werken we op zich verder niks mee, ik haal alleen daar de overtuigingen van uit. En ik ga je er een klein stukje van uitleggen, zodat je begrijpt waarom we dat doen.
Dat enneagram is een typologie en verdeelt heel kort door de bocht de mensheid in 9 types. Dat is kort door de bocht, want alle onderverdelingen zijn te meer dan 400. En alle onderverdelingen daaronder zijn meer dan 1000 types. Maar we werken met die 9 hoofdtypes. Je bent trouwens niet zo'n type. Je maakt gebruik van het verdedigingsmechanisme van een bepaald type. En meestal hebben we ook meerdere verdedigingsmechanismes in ons allemaal onbewust verhaal. Al die types hebben ze een naam en een nummer gegeven. En ik leg het altijd uit aan de hand van type nummer 1, de perfectionist. Al die types hebben, en het is ook een ander onbewust verhaal, niemand is daar bewust mee bezig. Ze hebben allemaal een zijnskwaliteit. Iets wat ze diep van binnen weten wat waar is. En wat doen we als mensen? In plaats van die zijnskwaliteit te ervaren, gaan we daar een doeding van maken. De zijnskwaliteit van de hervormer is dat hij diep van binnen weet dat er perfectie in het universum is. Maar in plaats van die perfectie te ervaren, gaat die perfectie nastreven. Wereld van verschil. Hoe komt het dat hij dat doet? Nou, ten eerste vanwege die zijnskwaliteit. Ten tweede, en daar werken we niet mee, met een basisangst. Al die types hebben een basisangst. Het meest vreselijke wat ze kan overkomen. Moet je even onthouden. Hij streeft perfectie na. En zijn grootste angst is dat hij slecht of corrupt zou zijn. Daar werken we niet mee, maar om het je principe te laten zien. Waar we wel mee werken, zijn drijfveren. Die drijfveren zijn ontstaan uit overtuigingen. En die halen we uit het enneagram. Dat zijn essentiële zinnetjes die je vroeger als kind had moeten horen en niet gehoord hebt. Wil niet zeggen dat het niet gezegd is. Wil alleen maar zeggen dat je het niet gehoord hebt. Want wij kunnen alleen maar waarnemen wat we kennen. Weet je nog, van die, dat werkt niet alleen visueel zo. Dat werkt auditief ook zo. Het essentiële zinnetje dat je als kind had moeten horen is: je bent goed. Niet gehoord. We hebben een conclusie uitgetrokken, namelijk: ik ben niet goed. Dat zit zo dicht bij zijn grootste angst, namelijk om slecht of corrupt te zijn. Dat geeft een enorme stress in ons systeem. Dat is niet te handelen. Daar hebben we een oplossing voor gevonden. De perfectionist zegt tegen zichzelf: ik zorg ervoor dat ik geen fouten maak. Want dan ben ik veilig. Zie hier 2 overtuigingen. Ik ben niet goed. Ik mag geen fouten maken. Rode loper voor perfectionistisch gedrag. Rode loper ook om doodongelukkig te worden. Want daar kunnen we niet aan voldoen als mens. Want we maken fouten. Wat we doen in dat consult is deze overtuigingen checken. Hoe dat in jouw systeem zit. En dan checken we het bewust en ook het onbewuste. En wat we dan doen. Ik heb hier toch al jaren mee gewerkt. En ik heb eigenlijk nog niemand in mijn praktijk gehad die zowel bewust als onbewust weet: ik ben goed en ik mag fouten maken. En daar werken we aan. Dat je zelf tijdens dat consult in je systeem krijgt: ik ben goed en ik mag fouten maken. En dat geeft een rust. En zo gaan we alle 9 types van het enneagram langs. En allemaal hebben ze zo'n zijnskwaliteit. En hebben ze ook zinnetjes die ze niet gehoord hebben, waar overtuigingen uit ontstaan zijn. Type nummer 2, de helper, die denkt van zichzelf dat hij niet gewenst is en geen eigen behoeftes mag hebben. Type nummer 3, de bereiker, denkt van zichzelf dat er niet van hem gehouden wordt, dat hij geen eigen gevoelens mag hebben. Heeft dat iets met onze ouders te maken, dat ze slecht voor ons gezorgd hebben of niet liefdevol waren? Nee, daar heeft het helemaal niets mee te maken. Heeft alles te maken met het feit dat wij mensen zulke sensitieve wezens zijn, dat we hoeven iets maar 1 of 2 of 3 keer te horen. Dat komt in als een overtuiging. En wat wordt er tegen ons gezegd als wij zo groot zijn, 4 jaar, en naar kleuterschool gaan? Goed je best doen, hè? Dus wat is dat voor een instructie voor een sensitief kind? Oh, ik ben niet goed. Ik moet mijn best doen om goed te zijn.
En een sensitief kind hoeft dat maar 1 keer te horen en een minder sensitief kind misschien 100 keer. Maar die 101ste keer komt, want van kleuterschool tot en met middelbare school wordt dat misschien met de beste bedoelingen wel dagelijks tegen ons gezegd. Sportdag, goed je best doen, hè? Goed je best doen, hè? Goed je best doen, hè? Dus tegen de tijd dat wij volwassen mensen zijn, is die boodschap al duidelijk. Dat we ons best moeten doen om goed te zijn. En dan, dat kennen we allemaal. Dat op het moment dat je in je stroom zit, dan gaat het toch lekker? Dan ben je toch geen moment bezig je best te doen? Nee, dan zit je in je stroom. En op het moment dat je best gaat doen, stap je toch ogenblikkelijk uit je stroom? Dat ken je toch allemaal? Ik had het bijvoorbeeld vroeger met dat tennissen, kon ik dat heel goed merken. Moesten we competitie spelen. En dan stonden wij onderop en dan moesten we tegen de sterkste. Dus dan wisten we eigenlijk al dat we kansloos waren. Want zo werkt dat ook met het brein, hè? Nou, joh, dan kon ik vrij uit spelen. En dan won ik de eerste set. En dan stond ik de tweede set met 4-3 voor. En dan dacht ik, oh, ik kan misschien nog winnen. En dan ging ik mijn best doen en dan ging ik kansloos ten onder. Want je stapt, op het moment dat je best doet, stap je uit je stroom. Die overtuiging van type 2, kinderen, ik mag geen eigen gevoelens hebben. Je bent 2 jaar of 3 jaar en je gaat naar de slager. En de vorige keer dat je bij de slager kwam, had je een plakje worst gekregen. En wat roep je als enthousiast kind bij binnenkomst? Mag ik een plakje worst? En dan is er altijd wel iemand die zegt, kinderen die vragen, worden overgeslagen. Dat is zo gênant. Voor een kind van 2 of 3, je wordt aan plein publiek de kakken gezet. Verdedigingsmechanisme komt op, dat zegt, zoiets gênant wil ik nooit meer meemaken. Dus ik kom nooit meer voor mijn behoefte uit. Zo gaat dat. Bij ons thuis was het vroeger, wat, ben je boos? Ga maar naar boven. Ik mag dus geen eigen gevoelens hebben. Dat willen onze ouders niet. Maar het gebeurt omdat wij zulke sensitieve wezens zijn. En het goede nieuws is, wat jij al zei, dingen van vroeger die alsmaar waar leken te zijn en daar moet je mee leren leven. Nee, dat zeggen we absoluut niet. Dat blijkt allemaal te helen te zijn dankzij ons brein. Dankzij overtuigingen die wij creëren. Dankzij wat jij al zegt, je focus te richten op dat wat goed gaat, kunnen wij onszelf, ja, klinkt een beetje vreemd, om het plat te herprogrammeren. Dat we als vanzelfsprekend die dingen gaan waarnemen die prettig voor ons zijn en die behulpzaam voor ons zijn, zonder dat je daar je best voor hoeft te doen, dat gebeurt gewoon vanzelf. Dus dat is ook iets wat we je leren, anders gaan waarnemen. En een hele goede manier van selecteren. Hoe kijk je naar een dag op en hoe kijk je naar een dag terug? Wat neem je waar van zo'n dag? Dus op die manier ga je zelf al merken wat een wereld van verschil het maakt. Dat jij in staat bent om je brein richting te geven. Want dat kunnen we dus in plaats van ons brein maar geen leiding te geven en helemaal te verdwalen, kunnen we ons brein heel goed richting en sturing geven. Osho heeft daar zo'n mooie uitspraak voor. Our mind is a very bad master, but a very good slave. So master your mind. Geef je brein richting en dan gaan lichaam en geest als vanzelf optimaal samenwerken. Moet je dat bewust doen? Nee, dat gebeurt. En op een gegeven moment neem je inderdaad als vanzelf de leuke dingen in het leven waar. Terwijl er ook andere dingen zijn. Maar je brein is gewend om alleen maar dat waar te nemen waar jij blij van wordt. Geeft dat een reëel beeld van de werkelijkheid? Nee, absoluut niet. Je kan je afvragen of er een reëel beeld van de werkelijkheid is, of er alleen maar een interpretatie van de werkelijkheid is. Beroemde half volle glas en half lege glas. Wat neem je waar? Dus dat zijn een beetje de grote pijlers waarmee wij werken. Hebben jullie vragen op dit moment hierover? Hoe groot zijn de groepen? De groepen, 15 deelnemers en hun partners. We hebben gemiddeld op dit moment 2 maanden wachttijd.
Oh, leuk. Ja, leuk. Leuk dat je dat vraagt. Waar de naam Alexander Concept vandaan komt. Nou, Alexander de Grote. Alexander de Grote komt op een gegeven moment in Gordium. En Gordium is op dat moment het middelpunt van de wereld. En in Gordium is de tempel van Zeus, de oppergod. En in die tempel van Zeus is die beruchte Gordiaanse knoop. Een onontwarbare knoop. Dat orakel had voorspeld, wie deze knoop ontwart, wordt heerser over de hele wereld. Nou, net zoals dat zwaard van koning Arthur, had natuurlijk enorm veel aantrekkingskracht, want iedereen wilde dat wel, heerser over de hele wereld worden. Nou, orakels spreken altijd in mythische taal, dus heerser over de hele wereld betekent eigenlijk heerser over jezelf. We weten allemaal wat er gebeurt als je aan een knoop gaat zitten wroeten om die uit elkaar te krijgen. Die gaat alleen maar meer in de knoop zitten. Dus niemand was daarin geslaagd. Alexander de Grote komt eraan. Die ziet die knoop. Die denkt bij zichzelf hoe die ontward moet worden. Daar heeft het orakel niets over gezegd. Dus hij pakt zijn zwaard en hij klieft die knoop doormidden. Daar komt de naam vandaan. We gaan dus niet wroeten in het verleden. Tijdens de training is een van de eerste instructies dat je absoluut moet stoppen met praten over het verleden. Of stoppen moet met praten over je klachten en kwalen. Omdat dat je herstelt ten goede komt. En in plaats daarvan hakken we die knoop door en vertellen wat je wel moet doen. In plaats van over dat wat je niet moet doen. Daar komt de naam vandaan. Ik heb nog een collega bij me. Is een, ook een oud deelnemster. Wil jij ook nog wat vertellen, Desiree? Nou, hallo allemaal. Ik ben Desiree. Ik ben 51 jaar. En ik ben eigenlijk altijd als vanaf kinds af aan zo'n gevoelig meisje geweest. Met kringetjes onder de ogen en een beetje bleek. En mijn moeder zei altijd tegen me, je ziet er moe uit, je moet maar vroeg naar bed. Oh, dat had ik daar een hekel aan. Herkenbaar? God. Ik deed altijd heel erg mijn best en gehoorzaam en lief en ik redde me wel, maar in mijn volwassen leven gebeurde het regelmatig dat ik instortte. Vooral als ik een beetje druk had gehad of ik had een griepje gehad, ik stortte in, zo noem ik dat. Ik werd compleet uitgeput en dat bleef ik dan ook heel erg lang. De eerste keer nog maar een half jaar, maar de keren daarna duurde dat jaren. En in die jaren, ja, dan lag ik op de bank of in bed. En ik kon niet zoals Helga een rondje IJsselmeer fietsen of zo. Ik kon niet eens een rondje om het huis lopen. Ik kon geen bezoek verdragen, de radio niet verdragen. Soms kroop ik als ik naar het toilet moest. Probeerde van alles. De reguliere medische wetenschap, die zeiden, nou mevrouw, u heeft ME, succes ermee. Want dan kunnen ze verder niks meer doen. En het alternatieve circuit, want ik was niet van plan om altijd maar te blijven liggen. En daar heb ik van alles geprobeerd. Acupunctuur, bioresonantie, hypnotherapie. Nou, ik deed natuurlijk al mediteren. En toen ik weer een beetje wat kon, ging ik op yoga. Dus ik deed ontzettend mijn best. Dus inderdaad, ik hoorde net al even van zo laat opstaan en dan een uur yoga doen. En nou, als er een therapie was waarvan mensen zeiden dat die werkte, dan ging ik die doen. En ik heb in de jaren dat ik een beetje energie had, allerlei opleidingen gedaan en werkervaring opgedaan. En toen ik een aantal jaar geleden voor de vierde keer weer was ingestort, dacht ik, ik moet denk ik als een bejaarde blijven leven. Om niet in te storten. En een beetje zo, maar een beetje halfslachtig wat te kunnen doen. Ik kon toen ook helemaal geen gluten en lactose meer verdragen. Dus ik moest ontzettend opletten met eten. Dat is ook heel vervelend. Ik had dus darmklachten. Ik sliep altijd heel moeilijk in. En sliep dan heel lang en werd heel lastig wakker 's ochtends. Duurde uren voordat ik een beetje fris en fruitig was. En heel weinig energie. En toen attendeerde iemand mij op de training Ander Leven. En nou, je weet het, als je ziek bent, iedereen weet altijd wat je moet doen. Dus ik had altijd al van alles gehoord van iedereen. Maar ik dacht, nou, ik ben nu dit aan het doen. En ik heb het gewoon helemaal geblokt.
En een paar jaar later kwam ik diegene weer tegen en die had het weer over die training. En toen dacht ik, ga toch maar eens even op die website kijken. Toen zag ik de naam Helga Verhoeven en ik heb ooit met Helga in eenzelfde cursus gezeten, omdat ik ook werkte als coach en therapeut. En toen dacht ik, nou, daar heb ik wel vertrouwen in. Ik hoop maar dat ze iets gaan doen wat ergens in mijn onbewuste iets doet. Want ik heb zomaar het gevoel dat ik met mijn bewuste alles heb geprobeerd en dat het daar te vinden is. Ik snapte helemaal niet wat er gebeurde in die training. Er stond helemaal voor mijn gevoel niks over op de website. Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ik heb een spaarrekening, dus ik ga niet yoga op Ibiza doen een week. Ik ga die training betalen. Dus die heb ik vorig jaar gedaan, eind februari. En die training is heel concreet. Ik begreep het allemaal. Een heleboel wist ik eigenlijk ook al. Maar er waren allerlei links die ik nooit had gelegd, die ik niet wist, die op dat moment duidelijk voor mij werden. En die techniek, het AC-proces, dat is inderdaad iets waarmee je onbewuste instructies geeft. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan en ik ben een gedisciplineerd iemand. Als ik iets wil, dan ga ik dat ook doen. Dus een paar weken later was ik gewoon helemaal beter. Ik dacht ook toen ik naar die training thuis kwam, volgens mij is mijn systeem nu zo. Ja, ik noem mijn systeem, dus lichaam, geest, alles. Is het zo helemaal ontspannen nu en tot rust. Ik ga gewoon weer alles eten. Gewoon in één keer. Ik ga niet etiketten kijken of een hapje van dit en dan over een uurtje nog een hapje. Ik ga helemaal vol ontspanning erin. Dus ik zei ook tegen mijn man, ik ga nu trouwens gewoon alles weer eten. Hè? Doe jij gewoon of het normaal is. Dat helpt mij. Nou, ik heb helemaal geen klachten meer. Dus toen solliciteerde ik bij Ander Leven. Ik zeg, jullie hebben zo'n perfecte training. En het is zo'n dankbaar werk. Ik wil graag bij jullie werken. Nou, dat is goed, zeiden ze. Dus ik heb allerlei workshops en cursussen nog gedaan. En stages gedaan. En nu mag ik zelf deze training doen en deze mensen helpen. Dus ik ben ontzettend blij mee. Hebben jullie vragen? Helemaal stil, hè? Ja. Hè? Ik ben er stil van. Ja, het is echt het is heel mooi. Ja. Dankjewel. Nou, ik vertrouw erop dat jullie een beeld gekregen hebben, wat meer gevoel erover gekregen hebben. Wie van jullie het gevoel van, ja, ik begrijp wel dat dit werkt? Of heb je nog vragen die je... Ja, oké, okay, heb je helemaal gelijk. Wie van jullie heeft het gevoel van, ja, ik begrijp wel dat dit werkt? Laat eens je vingers zien. Ja, ja, ja. Wat? Bijna too good to be true gewoon. Ja. Dus ik wil het even laten bezinken. Ja, klopt. En vooral het verhaal van DC over het eten vind ik vrij. Dat kan niet. Dat kan bijna niet. Dat je weer gewoon kunt eten. Weet je dat ons grote probleem is? Dat mensen zeggen too good to be true. Ja, als mensen nog zeiden, nou, na heel lang oefenen en trainen ging ik heel langzaam maar zeker. Dan is het een aannemelijker verhaal. Heb je best gedaan? Ja, precies. Heb je best gedaan en het is toch allemaal echt. En ja, dat is. We hebben een spreuk op onze website van een oud deelnemer die zegt: het is niet te mooi om waar te zijn. Het is mooi en het is waar. En ja, ik heb. Een van de dingen die wij leren ook is van: jongens, stop met je best doen. Dus bereid het ook niet voor. Vertrouw erop dat op het moment dat jij waarachtig bent, dat je in je stroom zit, dat je precies weet wat je wil vertellen, hoe je het moet vertellen. Niet van tevoren gaan bedenken, want dan roep je alweer een stressgebeuren op. Maar op het moment dat je je zo veilig in jezelf voelt, zo je eigen basis weer hebt gevonden, dan gaat het vanzelf. Ik vond het een genot. Ik heb echt van jullie alle drie ongelooflijk genoten om jullie te horen, te vertellen. Ik heb jullie alle drie in de training gehad. We zijn inmiddels met twee hoofdtrainers. Ja, het is prachtig om te zien hoe mensen in 3 dagen herstellen. Het is prachtig om te lezen, want we krijgen positieve veranderingen inmiddels
hoe sprankelend dat gaat. Ja. Ja, ik heb een vraag en hij blijft even terugkomen. En ik voel me eigenlijk niet op mijn gemak om hem te stellen. Maar als het zo makkelijk is, waarom weten we het niet allemaal? En waarom kan de hele wereld het niet weten? En moeten we een hele dure cursus volgen om erachter te komen? Goeie vraag. Hele goede vraag. Toen ik terugkwam van Engeland en ik helemaal hersteld was, heb ik natuurlijk als eerste die ME-vereniging gebeld. En ik dacht, heel naïef, nou, die staan open voor mij, die willen mijn verhaal horen. Dat. En dat is nog steeds het verhaal wat wij vertellen, lijkt too good to be true. En al mijn collega's, wij zetten ons er volledig voor in dat dit wat wij leren, namelijk dat wij zo'n ongelooflijk grote invloed kunnen uitoefenen op onze gezondheid, op ons geluk, op ons welbevinden, dat dit over 30 jaar gemeengoed is. We willen niets lievers dan dat iedereen dit weet, dat onze training volkomen overbodig is. En over 30 jaar ben ik 85. En dan zal ik zien of het een kiezelsteentje is wat we hebben bijgedragen. Of een grote berg, of daar ergens tussenin. En gelukkig zijn wij niet de enigen die op deze manier werken. Dus er komen zoveel methodes waarvan die inderdaad zien van jongens, we moeten met ons brein leren werken. We moeten lichaamsbewustzijn krijgen. Want met ons brein geven we instructies aan het lichaam. En met ons lichaam geven instructies aan ons brein. Dus we kijken ook naar de manier waarop iemand zit bijvoorbeeld. Of de manier waarop iemand zijn hoofd houdt. Of de manier waarop iemand zijn voeten staan. Het lichaam en geest zijn één. En het is voor mij onbegrijpelijk dat dat in het medische circuit nog steeds uit elkaar gehaald wordt. Wanneer je stopt met lichaam en geest uit elkaar halen, maar ze in plaats daarvan als één ziet, ga je ook op een heel andere manier kijken naar klachten en kwalen. En dan zie je eigenlijk dat bijna alle klachten en kwalen die we hebben, dat het een symptoom is van iets. En wij gaan kijken, waar komt het vandaan? En dan komen we op die rij van die overtuiging, waar ik net een paar van gezegd heb. Daaronder zitten ook nog belangrijke overtuigingen ten aanzien van wat al genoemd is, slachtofferschap en perfectionisme en laag zelfbeeld. En daaronder komt ook eigenliefde. En daar steken we op in. En op het moment dat wij van nature onszelf weer respecteren, trots zijn op onszelf, de eigenliefde weer voelen, dat hoeft ons niet aan te praten, dat is iets wat wij van nature in ons hebben. Heb je ooit een babytje met laag zelfbeeld gezien? Nee, dat is er op een gegeven moment ingeslopen. Dus onze kracht bestaat eruit, onze manier van werken en onze heelmethode, dat die stressrespons stopt. En dan gaat alles vanzelf je eigen waarde omhoog. Dan ga je al zelf jezelf weer in de ogen kijken en zien, goh, ik ben een goed mens. En ook als ik fouten maak, ben ik een goed mens. Dus wij steken in op die laag waar het mijns inziens veelal vandaan komt, in plaats van die enorm grote laag van symptomen. Want bij de een uit het zich in ME-CVS, bij een ander uit het zich in burn-out, bij weer een ander uit het zich in dwang, bij weer een ander in angsten, in faalangst, in perfectionisme, in brugpijn, in nekpijn, in migraine, noem maar op. Maakt eigenlijk niet echt uit. Dat. En, kijk, persoonlijk ben ik, ja, perplex, teleurgesteld dat niet de wetenschap zich richt op ons enorm zelfhelend vermogen. Maar wat is nou een grote bron van inkomsten van de wetenschap? De farmaceutische industrie, en die zitten er echt niet op te wachten dat er onderzoekers komen. Zij gaan het in ieder geval niet financieren, dat wij helemaal geen pilletjes nodig hebben. En ik ben blij dat de reguliere zorg er is,
Want voor heel veel dingen zijn ze wel goed. Maar als je hoort hoeveel mensen er standaard medicijnen nemen in Nederland, de normaalste zaak van de wereld, meer dan 1 miljoen mensen hoge bloeddruk, meer dan 1 miljoen mensen antidepressiva, slaapproblemen, pijn. En dat vinden we de normaalste zaak van de wereld. Dus het heeft nog wat tijd nodig. En mijzelf en mijn collega's en gelukkig ook heel veel anderen, disciplines, wetenschappers, artsen. Er zijn ook heel veel artsen die hiermee omgaan, hoor. Maar die worden toch gauw in de hoek van kwakzalverij verbannen. Dus persoonlijk denk ik, dit wordt de methode van de toekomst. Niet alleen zoals wij werken, maar het feit dat wij zelf zoveel invloed hebben. En met alles wat nieuw is, ja, dat krijgt in eerste instantie heel veel weerstand. Want ons brein, weet je nog, kan alleen maar waarnemen wat we denken dat waar is. En wat we herkennen. Dus dat heeft wat tijd nodig. Maar ik ben ontzettend blij dat wij er niet alleen voor staan. Want dan was het helemaal niet eens een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn heel veel artsen, heel veel wetenschappers, heel veel onderzoeken, heel veel cursussen, trainingen die hiermee bezig zijn. Dus dit gaat absoluut worden. En of dat nou over 30 jaar is, of over 40 jaar, of over 50 jaar, stel je voor dat het voor onze kinderen of onze kleinkinderen de normaalste zaak van de wereld zou zijn. Dat is fantastisch. En wij zijn voorlopers. En onze deelnemers die hierin vertrouwen, zijn voorlopers. Bij alles wat je leert, je moet het je eerst even eigen maken. En dan, godzijdank, die kwaliteit van het brein, dat het brein heel snel informatie opneemt en verwerkt op het moment dat het duidelijk is voor het brein. Het brein doorlopend in patronen reageert. Dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus op het moment dat je het je eigen hebt gemaakt, gaat het alles vanzelf. Daar hoef je niet meer bewust mee bezig te zijn. Je hebt dat gewoon een nieuwe... Ja, dan is het een soort van geprogrammeerd. Is het geprogrammeerd? Ja. Ja. Je moet dat dan met al het slechte nieuws, en kranten en al die media, al die problemen, we zijn verslaafd aan, weet je? Nou, weet je, dat is ook interessant dat je dat zegt, Tino. Ons hele nieuwsysteem is slecht bericht, hè? Dat stamt nog uit de oertijd. Dat wij op gevaar gefocust moeten zijn. En je ziet dat we zoveel duizenden jaren verder zijn. En nog steeds is ons nieuws gericht op slechte berichten. En ik heb via... Kennen jullie de Optimist? Ik krijg mailtjes, dat is de Daily Optimist. Krijg je dagelijks mailtjes binnen met goede berichten. Positieve berichten. Want die zijn er ook. Maar die halen het gewone nieuws niet. Dus Tino, inderdaad, we zeggen wel eens van in het begin, stop even met al die berichten te bekijken. Want de stress kan behoorlijk aangeslingerd worden. En ik sluit graag af met een citaat. U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de geest erbij te betrekken. Als u het hoofd en het lichaam gezond wil maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn geest te genezen. De grootste fout die artsen in onze tijd bij de behandeling maken, is dat ze beginnen met de geest van het lichaam te scheiden. Getekend Plato, 380 voor Christus. Het is dus niks nieuws onder de zon, maar gelukkig oude kennis. Oude kennis die weer voorradig komt. En dat is weer het goede van internet. Nieuws kan zich razendsnel verspreiden, veel sneller dan 20 jaar geleden. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat deze manier van denken en werken aan je gezondheid en aan je geluk, dat dat helemaal eigen gemaakt gaat worden door ons. Dank jullie wel.